Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Schuurmans en Rombout, Sammy Salté en Jan Hamers. Welkom bij de Bosse Avond Vierdaagse. Leuk dat je weer kijkt naar het gezelligste Avond Vierdaagse programma. Welkom bij de Bosse Avond Vierdaagse. Dit jaar viert de organisatie haar 70ste editie. De Avond Vierdaagse is één van de grootste en gezelligste evenementen van Den Bosch. De Bosse Avond Vierdaagse is dit jaar interactiever dan ooit tevoren. Elke dag is de start van de 5 kilometer live te volgen via de Facebookpagina van de Bosse Avond Vierdaagse. Ga er maar lekker voor zitten, want we gaan weer beginnen met de Bosse Avond Vierdaagse. Tweede dag is gestart van de Bosse Avond Vierdaagse. Het is een beetje chaotisch met die ballonnen, iedereen wil die ballonnen. Maar we zijn er helemaal klaar voor. Het weer is weer opgeklaard, eigenlijk net als gisteren. Het zonnetje zal dadelijk ook wel tevoorschijn komen. En vandaag hebben we een hele mooie route. We gaan vandaag eigenlijk een rondje om de Oosterplas lopen. Het is toch wel een heel mooi stukje van Den Bosch dat we vandaag gaan aandoen. Ik zou zeggen, blijf lekker zitten. En ben je aan het kijken, praat mee over die avondvierdaagse natuurlijk ook via social media. Gebruik hashtag AVD073. Dus doe dat vooral en blijf kijken. Kijk op de website bosseavondvierdaagse.nl voor alle informatie en foto's. Jij wil het zeggen, hè? Ja. Mijn opa is jarig. Oh, waar is hij dan? Ik ga opa feliciteren dan. Ja. Maar vertel eens. Mijn vader die wordt vandaag 69 jaar. Nou, ik zou zeggen feliciteren. Hoi opa, gefeliciteerd met je verjaardag. Nog veel plezier vandaag. 69, mooi jaar. Wij zijn 70 jaar vandaag geworden. Ja, ik er niet hoor. De avondvierdaagse. Dat is feest, hè? Dat is feest, hè? Ja. Hey, jullie gaan lekker weer meelopen? Zeker. Welke school? Bosveld? Bosveld, ja. Kijk, maar hoeveel leerlingen lopen jullie? Dat weet ik zo niet. Ik denk een stuk of 20 kinderen of zo. Vandaag is een hele mooie route, hè? Zo om de Oosterplas gaan we lopen. Heerlijk. En vooral omdat het ook net geregend heeft met de geuren en de kleuren. Gezellig maken onder elkaar. Super. Het is toch nog best warm buiten, ondanks dat het een beetje regenachtig was vandaag. Dus benauwd gewoon bijna. Ja, gewoon goed drinken. En lekker doorlopen. En een beetje lol maken. Ik had het helemaal goed. Hey, succes, hè? Zet hem op, hè? Doe het voor opa. Hallo, hoe is het hier? Goed? Maar dat is niet. U doet ook mee? Ja. Ja? Wordt lekker gereden, het zonnetje schijnt. Ja, we moeten zien hoe wij. We hebben geluk met het weer nou, hè? Ja, dat wel. Maar nou lopen. Moeten we. Ja, nou, dan loop ik heel eventjes naar de avond vier dagen, ze één dag is zat, hè? Ja, nou dan loopt ga je de ene avond. Eén avonddaagse. Eendaagse. Eendaagse, ja. Eendaagse, mijn moeder de vrouw. Want wat is de relatie tussen jullie? Vrouw. Dat is jouw vrouw? Ja, ja, ja. Kijk. Dan loop je toch voor twee, hè? Letterlijk en figuurlijk. Ja. Want je loopt zelf, je moet duwen. Speklappen op vanavond. Speklappen? Oh, is dat het ultieme recept? Dat we gewoon speklappen eten? Speklappen. Oh, dat is een goeie. Dat ga ik morgen doen, speklappen eten. Is het de eerste keer dat je hem loopt? Heb je hem vroeger ook al meegelopen? Nee, nog nooit. Nooit? Nee. Ja, toch een heel mooi evenement, hoor. Ik heb hoor. Geen wandeltenen. Die had ik nog niet gehoord. Ik heb geen wandeltenen. Nee. Jij werd wandeltevies. Nou ja, met dit tempo zijn we zeker voor 10 uur wel terug, hoor. Nee, 11:30. 11:30. Dan wordt het laatste café dicht. Nee, joh, die zijn veel langer open. Ja? Die zijn veel langer open, joh. Club. Ben de gek. Ja, biecht is al wel dicht. Dan. De biecht?
Ja, de biecht, hè, waar we verzameld hebben. Die is altijd dicht. Ja, nou, ze hebben daar ook een café. Ja. Nou, zet hem op. Succes. Witte muizen. Wil er nog aan iemand de groeten doen? Aan opa en oma. Aan opa en oma. Ja. Nou, bij deze de groeten. Dan loop ik eventjes hier verder naar achter. Hallo. Mag ik vragen, wat is jullie relatie? Dat is mijn vader. Kijk, met vaders lopen. Ja, gezellig. Vroeger ook gedaan? Heel veel. Ja, ja? Ook de avondvierdaagse op school. En nou, ja, Michael's vader doen we met trots. En hoe, ja, ik wou net vragen, hoe is dat om vaders te mogen duwen? Ja. Klinkt een beetje ja. Cru misschien. Ja, dat wel. Ja. Het is wel moeilijk, maar wel leuk om te doen. Ja, toch ook een manier om onder vierdaagse mee te doen. Ik ga het gewoon even vaders vragen. Bent u al te genieten? Nee, hij wil niet veel kwijt. Helemaal in zijn eigen... Ja. Dus, ja, echt contacten mee hebben we niet meer. Ja, het is alleen wel lachen een keer. En, ja. Ja, dat is, dus wat we dit, als we dit voor hem kunnen doen, is alleen maar mooi. Ja, en nou, het weer is mooi, dus hij kan mooi om zich heen kijken. En lekker genieten. Ja, dankjewel. Het is niet fris gelukkig. Dus nee, nou, zet hem op. Komt goed, dankjewel. Loop ze. Ja. Gas erop, ja. Ik ben, is hij gevlogen? Nee, ik ben de bezemwagen. Er zijn twee mensen die meelopen vandaag. Ja. En of ze de 5 kilometer helemaal halen, durf ik niet te zeggen. Dus dan ben ik er als achterwacht dat ze toch met de tocht helemaal uit kunnen lopen. Ik denk dat jou is opgestaan en heeft een sprintje genomen. Dat zou je zelf kunnen denken. Maar ja, nee, ik ben de bezemwagen. Dus als iemand nou zeg maar uit zou vallen, dan kan dan die bij jou... Dan mogen ze gaan zitten en dan maken we toch mooi de 5 kilometer af. De mijlpaal. Nou, het is even leidelijk om te gaan zitten, maar ik ga het niet doen. Nee? Op twee wielen? Een klein stukje zo, ja. Lukt dat? Ja hoor, ja. Twee wielen op 4 wielen. Ja, doe maar op 4 zo. Oh ja, dat zit prima zo. Ja, is een lekker kustje. Oh, en dan zou je zomaar 5 kilometer geduwd worden, hè? Heerlijk. Ja, dat heb je niet elke dag, hè? Nee, dat is zeker helemaal waar. Ja, nou dat ik hier toch zit, er wordt natuurlijk elke dag over de A4-daagse gesproken op het internet. Laten we eventjes kijken wat er vandaag gezegd is over de A4-daagse. Dus kijk even met me mee. Het is tijd voor de Social Media Update. We schakelen over naar de studio. Welkom bij de Social Media Update van de tweede dag. We gaan vandaag weer kijken wat er allemaal is gezegd over de avondvierdaagse op social media. We beginnen met een stukje internet. De Roskabelkrant heeft een stukje geschreven over de 70ste Bossen avondvierdaagse en dat er meer dan 4000 wandelaars deel hebben genomen. We gaan nu door naar Twitter. De Oosterplas heeft een stukje gedeeld. Er was een lint van lopers rond de plas. Natuurlijk was het gisteren schitterend weer rondom de plas. Daarom komen we nu ook bij het stukje aan wat Tio heeft gezegd. Na regen komt zonneschijn. Ook tijdens de avondvierdaagse. Er was natuurlijk eerst een hele grote probleemsessie omdat er code geel was afgegeven. Maar uiteindelijk kwam alles weer goed en begon het zonnetje prachtig te schijnen. We gaan door naar Instagram. Ook een fantastische foto van Marion Zijlstra. Het zonnetje schijnt, de kinderen zijn vrolijk, er wordt blij gezwaaid naar de camera en de positiviteit straalt er vanaf. Het was een fantastische dag weer gisteren. Nog een foto van Marion. Ze stuurt hier happy tijdens de avondvierdaagse. Natuurlijk is dit wat we willen, blije gezichten tijdens onze avondvierdaagse. Hier hebben we een foto van Remco de Vaan. Hij was natuurlijk hartstikke hard aan het werk gisteren voor TV73 om opnames te maken voor avondvierdaagse TV. Zoals je ziet staat hij ook lekker bij het water, lekker in het zonnetje. Helemaal top Remco, keep up the good work. We gaan nu door naar een foto van Rebecca van Zandvliet. Haar zoontje zit hier lekker van een ijsje te genieten. En dat mag wel, want het was gisteren echt tropisch benauwd. Maar het is natuurlijk altijd beter dan regen. Want zoals Tio zei, na regen komt zonneschijn. We gaan nu door naar een foto van Yuri Vladimirov. Hij heeft hier een foto gestuurd met zijn kinderen... Finish dag 2. Hashtag avondvierdaagse toppertjes. Nou, ik vind het fantastisch dat jullie heel deze afstand hebben afgelegd en hebben gefinished. Fantastisch Yuri en je kinderen. Keep up the good work. Hier nog een foto voor Yuri. Ik vond deze foto zelf heel erg mooi omdat je de zonnestralen ziet en je ziet alle mensen lopen en in de achtergrond zie je Den Bosch.
Een prachtige sfeerfoto. Dankjewel, Jury. En als laatste de foto van de dag. Deze is ingestuurd door Kim Heerschop. Waarom hebben wij deze foto gekozen als foto van de dag? Omdat het natuurlijk super schattig is om slapende kinderen te zien na deze keilange wandel. Ze hebben zo hard doorgezet dat ze nu al moeten slapen. Echt geweldig. Heb je jezelf nou niet gezien tijdens deze aflevering en zou je jezelf wel heel graag willen zien? Zorg dan voor dat je jouw foto's deelt met de hashtag A4D073 en wie weet zien we jou hier wel terug. Dankzij Tim zijn we weer helemaal op de hoogte. We gaan snel terug naar de route. Heb je een leuke foto gemaakt? Stuur je foto naar foto@bossenavondvierdaagse.nl en maak kans om foto van de dag te worden. Wij zijn van het Sterrenbos. Wij zijn van het Sterrenbos. Is dat nou een beetje een leuke school? Oh, de leukste school van Den Bosch. Vind jij het ook leuk? Ja. Als je het niet leuk vindt, mag je het zeggen, hè? Je wil, hè? Ja. Ja? En met hoeveel lopen jullie mee? Zien jullie nou met vieren en een begeleider? Met 300 kinderen? Ja. Zo, dat is nogal. Heel leuk. En waar zit het Sterrenbos ergens in Den Bosch? Op de Maaspoort. Op de Maaspoort. Kijk, ja, vandaag lopen we rondje rondom de Oosterplas. Ja, dat is mooi toch? Lekker, hè? Ja, en het weer speelt best goed dus. We blijven over het weer praten deze dagen. Ja, iedereen dacht vanmiddag, oh, het gaat niet door, regen, onweer. Ja, ook dan kunnen we lopen, hè? Ja. Zo is het, zolang we niet door onweer getroffen worden, maar dat komt helemaal goed. Nou, succes, zet hem op. Wil jij nog iemand de groeten doen? Ja. Ja, wie? Mijn moeder. Je moeder, en wie is je moeder? Wie staat nou? Kijk, oh. Nou, zeg het dan tegen de mama de groeten. De groetjes. Heb een mooi petje op. Ja, hè? Zet hem op, hè? Doei. Kom op. Doei. Vertel eens met wie loop je? Je dochter? Ja. Kijk, Ilse, nou, Ilse, kom er eens even bij. Kijk eens naar de camera, dan kunnen mensen je thuis ook even kijken. Hoe vind je het tot nu toe? Goed. Goed, goed. Er komt niet veel meer uit. En jij? Ja, leuk. Lekker weer. Gelukkig droog. Is gisteren allemaal goed gegaan? Ja. Geen last van blaren na zo'n eerste dag? Nee. Hé, wat ik me nou afvraag, hè? De kinderen leven natuurlijk de hele dag naar uit om te gaan lopen. Als jullie dan thuis komen, zijn ze dan back-off? Nee, valt wel mee. Nog even lekker voetenbadje, nog wat drinken, dan naar bed. En dan naar bed en dan heerlijk slapen, hè? Nou, ja. Lekker aan het eten. Nou, ik zou zeggen, geniet ervan. Ja, komt helemaal goed, hè? Ja. En kijk, en dan gaan we gelijk door, want ik zie hier ook een aantal kinderen staan van de Meander. Waar zit jullie school, Meander? In Zetgenbos. Dat snap ik, maar waar? Bij de Maas in de buurt. Bij de Maaspoort. Maaspoort. Kijk, en met hoeveel lopen jullie mee? 5 kilometer. Ja, en met hoeveel kinderen van jullie school? Dat weet ik niet. Dat weet je niet. Aantal groepen of zo? Ja. Aantal klassen. Ja. En hoe vinden jullie tot nu toe? Leuk. Ja, wat vind je er leuk aan dan? Dat je lekker door kan lopen en dan dat je ook nog gewoon lopen. Heel ver. Gisteren was natuurlijk de eerste dag. Ben je dan moe als je klaar bent? Valt mee. Wel lekker de slaap, hè, na zoveel lopen. Ja. Hebben we nog een leuke jel? Een beetje aanmoedigen. Nee, je ziet er niet echt uit alsof je gaat jellen, of? Nee. Hij heet Jelle. Kijk, nou. Mooi kan het niet, hè? Nou, Jelle en? Daan. Siebe. Jelle, Daan en Siebe. Ik wens jullie heel veel loopplezier. Zet hem op, hè? Dankjewel. En geniet van het zonnetje, hè? Hallo. Hoi. Wat willen jullie zeggen? We mag zijn. Kom op, dan ga je zo mooi voor die camera staan. Moet je wel iets zeggen? Ja, we willen de groetjes doen. Dat kan hier niet. Dat is een andere camera. Nee, jullie mogen van mij de groetjes. Aan wie wil je de groetjes doen? Aan meneer Gijs. Meneer Gijs, die heb ik gisteren ook gehoord. Huh? Wie is toch die meneer Gijs? Meneer Gijs is onze meester die met pensioen is. Dat heb jij gisteren al gezegd. Ja. Nou, meneer Gijs, als je zit te kijken, van welke school is meneer Gijs? De Weiboom. Van de? Weiboom. Meneer Gijs van de Weiboom, u neemt afscheid, u gaat met pensioen. En de kinderen missen u nu al. He? Dat mag even gezegd worden, hè? Ja. Nou, dames, zet hem op. Lekker lopen. Ik zie jullie morgen, hè? Is helemaal goed.
Meneer, hebt het gezien, hè? De groeten van de leerlingen. Meneer, ja. Ik zie mijn brede glimlach. Komt dat van het weer of? Ja, het is heerlijk. Het is gewoon heel lekker. Gewoon lekker lopen vanavond. We hebben boffen weer met het weer, hè? Wat dachten jullie vanmiddag? Dat gaat hem niet worden, hoor, met die regen. Nou, dat dacht ik ook, ja. Ik heb het gezien op weer online. Dat was code geel of zo. En nou, gelukkig toch? Ja, en je ziet het, hè. We hebben dit jaar de 70ste editie. Toch een jubileum. Nou ja, de weergoden zijn ons gewoon goed gezind. Ja, absoluut, absoluut. Nou, wat heeft u allemaal in de tas? Want dan vraag ik me dan af. Ja, ik zie u zo mijn tas voorop. Ik had gedacht van, het wordt slecht weer. Dus, maar dat was niet handig. Dus echt, het, zeg maar, helemaal voorbereid. Ja, en ik zie petjes mee. Ja, en precies, paraplu's, water. Ja, en snoepjes natuurlijk, hè. En wie loopt u? Van de Meander. Van de Meander. Van de Meander. Uw eigen kinderen allemaal? Ja, dat zijn mijn eigen kinderen. Dus. Ja, niet allemaal nu, maar... Ik vind het niet leuk. Zei ik vroeger ook altijd, Yveske, maar dat meende ik nooit. Yveske, wat vind jij? Vind jij het leuk, Yveske? Ja, ik had het vorige keer ook gedaan. Echt waar? Ja, ze willen allemaal op de camera. En klagen ze nou een beetje onderweg of valt het mee? Het valt echt mee, Ik ben verbaasd. Ik zei er wel vroeger altijd heel veel klagen. Als je tegen me praat, moet je wel naar de camera kijken, anders weten de mensen niet wie er praat, hè? Ik heb een Sanne en ik vind het heel stom. Nee, jij vindt het helemaal niet stom. Hup, lopen. Het is hartstikke leuk. Ik loop wel een stukje met jullie mee. Kom, we gaan een snoepbos zoeken, ja? Het is helemaal niet stom, joh. Kom je daar nou bij? Het is hartstikke leuk, vind ik ook. Hè? Kom. We halen dat wel, die 5 kilometer. Toch? Ja, hopelijk wel. Ja. En loop jij in deze dagen nou mee met de Bosse Avondvierdaagse, dan zijn we heel erg benieuwd naar de foto's die je onderweg maakt. Dus heb je een mobieltje bij of een fotocamera. Maak foto's en stuur ze vooral op naar ons. Dat kan naar foto@bosseavondvierdaagse.nl. En wie weet zie je jouw foto wel terug in onze uitzending. De uitzendingen van de social media update die Tim elke dag vanuit de studio presenteert. Dus stuur je foto op en ga je hem op social media plaatsen. Gebruik dan even de hashtag AVD073. Zodat hij natuurlijk ook lekker voorbij komt en voor ons traceerbaar is. Dus doe dat en vooral lekker veel delen over de Avondvierdaagse op social media. Groeten uit de route. Loop je mee met de Avondvierdaagse? Doe dan even de groeten aan het thuisfront. Aan mijn moeder. Aan mijn moeder. En aan mijn opa en oma. Aan iedereen. Aan mijn meester. Ik zou het niet weten. Oké, ik doe de groetjes aan mijn vader. Ik ook aan mijn vader. Ik doe de groeten aan mijn moeder. Groetjes mama. Oh nee, die is erbij, papa. En van Hanels en iedereen. Doe de groeten. Doei. Aan wie doe jij de groetjes? Mezelf. Aan mijn moeder en mijn vader. Aan wie wil jij de groetjes doen? Aan mijn moeder. Aan mijn ouders. Ik aan mijn ouders. Ja, aan mijn ouders en over zijn vriendinnen. Nou, ik wil aan Sophie. En jammer dat je niet bij bent, want het is superleuk. Jalda, Resma, Ida, iedereen die bij ons op school zit. Jullie hebben echt pech, want het is echt superleuk. Aan mijn moeder. Ook aan mijn moeder. Ook aan mijn moeder. Mijn moeder. Aan mijn moeder, doei. Aan mijn papa en mama. Mijn oma, mijn opa en mijn moeder. Vader, mijn moeder, mijn broer, mijn oma, mijn opa. Nog een keer mijn oma en opa. En aan mijn tante en ooms. En mijn nek. Mijn opa en oma en mijn vader. Aan mijn moeder. Ik kan aan mijn moeder doen, we die thuis aan het kijken. Mijn moeder ook. Aan Milan. Aan opa's en oma's. Oh ja. Aan mijn opa. En ook nog opa. De groetjes aan mama. Doei. Groeten uit de route. Loop je mee met de Avondvierdaagse? Doe dan even de groeten aan het thuisfront. Kom eens hier. Niet snel weglopen. Hoe is het? Heel goed. Ja? Ja. Ik wou hem heel graag mee fietsen, ja, maar dat ging niet. Mijn fiets was gestolen. Zijn fietsje was weg. Dief. Iedebiedewitsie. Ja, maar ik heb een nieuwe fiets. Goed van jou. Vandaag een nieuwe gehaald. Oh, fijn. Ja. Met een mandje. Met een mandje, ja. Oh, denk ik. Nee, zo'n ouderwetse oma fiets. Ja, gezellig. Heerlijk. Ja, hoor je er helemaal bij, nou, in deze tijd. Is hij groen? Nee, hij is zwart. Oh. Hij is zwart. Ja, kleed af. Ja. Je bent ook zo aan het sporten geweest, hè? Is niet gelukt. Nee. Ik doe vandaag ook mee. Nou, goed voor jou. Stukjes. Kleine etappe. Hoe is het met lopen?
Ja, goed. Lekker. 5:05 pas aangereden, want ik dacht, nou, ik ga niet lopen, want het was onweer. Het regende gewoon tot 6:00. Ja, onweer constant. En nu is het lekker, het is even uitwaaien. Ja, en ik wou niet gaan. Hoezo wou jij niet gaan? Nou, omdat het al regende. Maar hij was gewoon bang om nat te worden. Ja, maar ja, we hebben poncho's en zo hoeft niet. En hoe bereiden jullie je voor dan? Ja, helemaal niet. Nee? Gewoon gezelligheid, hè. Dat moet je gewoon doen, hè, voor de kinderen, hè. Dus, voor jouw eigen zelf ook een beetje kind? Altijd, ja. Dat is belangrijk. Heerlijk. Hey, ik ga een stukje meelopen. We gaan het bos in. Gezellig. Is goed, jong. Is dat nou niet leuk? Ik heb mijn fiets hier om de hoek staan. Dan. Oh ja. Spring maar achterop. Spring maar achterop bij mij. Mee op social media. Gebruik hashtag A4D073. Gaat zweten. Ik zweep me kapot. Godsamme zeg. Je zweet toch echt kapot, hè? Ja, heb ik koffie gehaald. Ik heb nog geen koffie gehaald. Ik weet niet waar ze zaten vandaag. Aan de pad, hoor. Ah, dan heb ik dat weer gemist. Ja. Godsamme zeg. Hoe is het? Goed, met mij goed, jongen. Lekker gelopen? Lekker. Elke dag, hè? Iedere dag. 5 kilometer? Ja, wat dacht jij? Nog langer. Ja, ik heb er makkelijk 10. Je zweet toch al? Je bent eigenlijk eens warm lopen. Makkelijk lopen. Jij zit op in de waantje, je rijdt eraan verder. Dat is wel waar. Ik loop hem eigenlijk nooit mee. Ik rij eigenlijk altijd gewoon mee. Ja. Hoeveelste keer is dit dat je hem loopt? Zesde of achtste keer. Achtste keer? Ja. Vroeger nooit gedaan als kind? Nee, nooit. Nee. Toen liep ik zat, hè. Maar hoe oud ben je als vragen, man? 67. 67? Nou, we hebben staan 70 jaar. Ze hadden bijna 70 jaar meegelopen. Ja, god, dan schiet ik me mee met de zakdand. Nou, je hebt het gehaald eigenlijk, maar, hè. We zijn vlak bij de finish. Nog weer dagen, jongen. Dan ga ik mijn koffie nog zoeken. Ja. Even wacht. Waar zit hij? Gerard mag niet liggen, hè. Ja, vertel niet dan. Liggen, Gerard. Nee, nee, nee. Het is alleen maar waar. Hij loopt vandaag een keer mee. Het ziet er goed uit, hè. Ja, en hij zweet zijn eigen kapot, hè. Ga je ook, hè. Zie je mij ook zweten? Echt zo'n lekker plakken. Lekker plakken. Lekker plakken. Ik ga Max koffie zoeken. Ja, ik heb begin met maat. Sokske, nee, dat is voor jullie. Jullie lopen mee. Mickey, kijk eens hier. Hallo. Hallo. Ben ik lekker aan het daddelen? Ja. Ja, hè? Ben lekker aan het daddelen, hè? En weet je wat fijn is? Je hoeft helemaal niet te lopen. Nee. Zullen wij ruilen? Ja. Ja. Ga jij dan staan? Ja. Zullen we dat doen? Ja. Nee, dat gaan we niet doen. Laat maar lekker zitten. Hey, succes, hè? Haar, hè? Ja, best wel. Nee, dat valt wel mee. Ze zitten allemaal hier, zit er één. Hoeveel kinderen heb je bij, joh? 5. Jij wil gewoon die 4000 eventjes ophogen, zo. Ja. Je denkt, ik neem gewoon 6 kinderen mee. Dan gaan we altijd over die grens van 4000 heen. En zijn ze dan allemaal tegelijk ook stil? Of wil iedereen iets van je? Nou ja, de een wil een dropje, de ander wil een snoepje. Oké, dus je hebt gewoon een snoepzak en af en toe gooi je er gewoon zo wat in. Ja, dat is ja. Even welke basisschool zijn ze? Het Bossenbroek Centrum. Wel allemaal van 1? Ja,
Van één papa bedoel je? Nee. Van één school of heb je 5 scholen ook bij? Nee. Van één papa. Dat mag ik hopen wel. Het zijn allemaal je eigen kinderen, laat ik het zo zeggen. Eigen kinderen, ja. Oké. Okay. En allemaal een beetje rond. Nou, het zijn allemaal verschillende leeftijden. Hè? Oh, wat is het drugs, hè? Ik word er nu al moe van dat je dat tegen kan. Ja, je bent eraan, hè? Ja, je bent eraan. Zijn jullie allemaal een beetje lief voor moeders? Ja? Jij ook hier? Je hebt je achter verstopt, hè? Maar de camera vindt jou wel, hoor. Kijk, wat draai je eens om? Ga je eens om? Kiekeboe! Nou, lief zijn voor moeders. Je hebt de hele vuilniszak inmiddels al bij. Ja, nee, dat zijn poncho's. De poncho's, nou ja, gelukkig is het in ieder geval niet nodig vandaag. Nee, gelukkig niet. En ik hoop de rest van de dagen ook niet. We weten het niet, maar het zou zomaar eens kunnen dat hij elke dag zo net voorbij Den Bosch gaat. Ik hoop het, ik hoop het. Nou, zet hem op. De laatste meters is eigenlijk al de eindstrepen, is al in zicht. Gelukkig. Komt goed, hè? Ja, mag ik? Ja, Den Bosch avondvierdaagse dag 2. Wat was het vandaag fantastisch weer. We hebben een mooie route gehad langs natuurlijk de Oosterplas. En ik blijf het elke uitzending benaderen. Praat met ons mee op social media over Den Bosch avondvierdaagse. Dat kan je natuurlijk doen door de hashtag te gebruiken. AVD073. Ik bedank u in ieder geval voor het kijken. En wij zijn natuurlijk morgen weer bij dag 3 van Den Bosch avondvierdaagse. Heb je een leuke foto gemaakt? Stuur je foto naar foto@bosseavondvierdaagse.nl en maak kans om foto van de dag te worden. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Schuurmans en Rombout, Sammy Salté en Jan Hamers.